Producten vergelijken in de supermarkt. Wanneer je producten vergelijkt, is het goed om te weten dat alle ingrediënten van een product verplicht op de verpakking vermeld staan. De ingrediënten staan in volgorde van hoeveelheid vermeld. Het ingrediënt dat het meest in het product verwerkt is, staat dus altijd vooraan. Hoe verder een ingrediënt in de lijst staat, hoe minder hiervan in het product zit. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat hoe langer de lijst met ingrediënten, des te ongezonder het product. Dus hoe korter de ingrediëntenlijst, hoe beter of wel minder bewerkt het product is. Als er op een etiket suiker als een van de eerste ingrediënten staat, dan weet je dat suiker een groot bestanddeel van het product is. Hier kan je dus extra op letten als je boodschappen doet. We laten je aan de hand van een paar voorbeelden zien waar je op moet letten om de juiste keuzes in de supermarkt te maken. Crackers. We vergelijken de Albert Heijn volkoren met Lexans knekker original, ook volkoren. Zoals je ziet bevatten de Albert Heijn crackers veel meer ingrediënten dan de Lexans crackers. Veel onnodige toevoegingen dus. Daarnaast bevatten ze raapolie en toegevoegde suikers. Ruim twee keer zoveel vet en bijna drie keer meer suiker. De Lexans crackers zijn daarom een veel gezondere keuze dan deze crackers. Ontbijtgranen we vergelijken deze krokante volkoren musli met de gewone volkoren musli. Krokante musli, ook wel Krusli, heeft dezelfde ingrediënten als musli, maar om deze krokant te maken, wordt er bij de bereiding vet en suiker toegevoegd. Krusli bevat hierdoor vaak veel meer vet en suiker en minder vezels dan muslie en is hierdoor dus een stuk minder voedzaam. Wanneer we deze twee met elkaar vergelijken, zien we ten eerste een groot verschil in kilocalorieën. De krokante muesli bevat bijna 3 keer zoveel vet en ruim 18 keer zoveel suiker. De gewone muesli bevat daarnaast veel meer vezels en eiwitten en is dus een veel gezondere keuze. Zuivelproducten: Zuivelproducten zoals yoghurt bestaan altijd in een magere, halfvolle en een volle variant. Een gemiddelde volle yoghurt bevat zo'n 3% vet. Volle Griekse yoghurt bevat zelfs 10% vet. We vergelijken dus even deze volle Griekse yoghurt met de magere variant. De volle variant bevat bijna drie keer zoveel kilocalorieën en bevat 10% vet, terwijl de magere variant 0% vet bevat. Mocht je dus graag Griekse yoghurt eten, kies dan tijdens het afvallen altijd voor een minder volle variant. Twijfel je echt over een product, dan kun je altijd het Nieuw Fysiek Boodschappenboekje raadplegen.